vertrekpunt voor de kostuums was de manier waarop het publiek zich in de ruimte begeeft. En ik wilde graag spelen met hoe je naar mensen kijkt. Van afstand kan er dan eigenlijk iemand heel normaal gekleed lijken. Hoe dichter de personages bij je komen, hoe meer je gaat zien, oh, er is net een vies randje aan een kostuum. Dat zie je van ver af niet, maar van dichtbij wel. Ik heb bij deze voorstelling heel erg gedurende het repetitieproces naar de acteurs gekeken, hoe ze hun rol invulden, wat daarvoor nodig is, wat ze helpt, wat ze misschien soms een beetje tegen zit. Het is een soort balans aan het maken tussen dingen die je herkent en die het net uit de realiteit trekken. Wat je probeert met deze scenografie is om een 16:9 beeld te creëren, zoals een cinema, een breed beeld. Het stuk beschrijft een plein. Om dat plein te kunnen creëren heb ik eerst eigenlijk een heel gesloten, bijna fascistoïde wereld gecreëerd, die vervolgens verdwijnt. En wat er overblijft zijn eigenlijk de mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Laatste loodjes. En ik heb met de kostuums in deze voorstelling geprobeerd om dat heel menselijk te maken en eigenlijk heel dicht naar de realiteit die er ook is te trekken. Namelijk, er zijn 3 zwervers op straat die er zo uitzien als die Google-zwerver. Maar er zijn zoveel mensen die ook thuisloos zijn waar je het eigenlijk niet aan ziet. En dat heb ik heel erg proberen te laten zien in dit ontwerp. Naar gelang dat het stuk zich naar het einde begeeft, beginnen de acteurs eigenlijk ook de zaal over te nemen. En scenografisch was dat best wel een uitdaging. Hoe dat wij hebben gedaan, hoe dat ik het heb gedaan, is eigenlijk een eerder deel in deel 2, waar dat Adelheid Roze al iets begint te bouwen in de zaal, heel subtiel. En vervolgens een derde deel is het echt gewoon helemaal overgenomen door de acteurs. Om die connectie iets organischer te krijgen, dat het niet nog altijd die vierde wand is die eigenlijk als een breuk tussen de scenografie op toneel en de scenografie in de zaal is. We werken met heel eenvoudige tools door bijvoorbeeld een stuk karton te laten beginnen op het toneel, op de zaal in. Dat is een eerste beweging, vervolgens een elektriciteitskabel die hoog in de zaal komt. Dus door heel subtiele dingen probeer ik die twee werelden dan toch te verbinden. Omdat een fysieke verschijning, meer een lichamelijke of hoe iemands gezicht eruit ziet, soms meer kan zeggen dan een kostuum, hebben we bij de voorstelling ook een hoop kap en griem. En dat moet vrij realistisch, omdat het publiek dus ook zo dichtbij komt. Het is bijna filmisch, maar het moet ook vanuit de zaal werken, dus dat is een leuke zoektocht geweest hoe daarmee om te gaan. En de acteurs die hebben een soort cursus gehad, waardoor ze de kap en de griem, dus ook hun haar, zelf doen.